30 mei staat met grote letters in het dagboek geschreven, in de agenda geschreven van Christa van der Vlier. We zien er in beeld op de loopband om te trainen voor een halve marathon die ze gaat lopen in Kenia voor het goede doel. We hebben daar al een keer eerder aandacht aan besteed. We hebben haar voorgesteld. Wie is Christa van der Vlier en wat beweegt haar om zo'n end te gaan lopen in het land dat je eigenlijk niet kent? Heeft ze allemaal verteld. Nu gaat ze aan de gang en aan de training. Inmiddels loopt ze wat, maar daar ontstond een blessure bij. En de grote vraag is natuurlijk, gaat Christa echt straks naar Kenia? Christa van der Vlier, zo pas hebben we je even zien lopen op een loopband. Toen kreeg ik weer een goed gevoel. Is dat goede gevoel bij jou er ook? Nog niet helemaal, nee. Ik heb nu net 5 minuten op de loopband gelopen. En daarvoor 10 weken rust gehad. En ik weet nog niet helemaal wanneer ik mijn training weer op kan pakken. Je moet 22 kilometer lopen ongeveer, 21 nog wat geloof ik. Wat had je als opbouw bedacht? Hoe lang was je daarmee bezig om zover te komen? Want je liep voor die tijd helemaal niet, hè? Nee, dat klopt. Ik ben echt vanuit het niets begonnen. En ik heb een app gedownload van Evi en daarmee ben ik begonnen. In 10 weken naar 5 kilometer was het plan. Maar ja, dat liep iets anders helaas. Maar ik heb wel vertrouwen dat het weer goed moet komen. Alleen de vraag is even wanneer. Ja, de grote vraag is wanneer. Want stel je voor dat het niet goed komt, dat die blessure blijft. Het is een bekende hardloopblessure, hè? Voor de schenen langs, zeg maar. Heb je hulp daarbij? Ik heb wel hulp gehad, maar ik ben op dit moment even zoekende wat ik nu moet. Want ja, ik krijg van heel veel mensen verschillende adviezen, heel goed bedoeld, maar ja, ik weet het gewoon even niet. Als er iemand thuis zit met een gouden tip, mogen ze ons bellen? Absoluut, ja. Hoe nou verder, de komende weken? Gaat wel lopen? Ik ga wel lopen. Ik ben nu in de spinningzaal aan het trainen, zodat ik wel mijn conditie op peil hou. En hier in de zaal wat krachttraining, zodat ik in elk geval mijn lichaam sterk blijf maken. Maar ja, voor de rest, ik weet niet wanneer ik weer kan hardlopen. Vorige week toch, we gaan jou volgen, hè, tot met 30 mei en ook daarna tot je die halve marathon gaat lopen. Toen zei je, nou, 100% zeker dat ik hem ga lopen. Is dat nog steeds 100% of zijn er al wat procentjes afgeknabbeld? Nee, nog steeds 100%. Ik weet niet of ik echt volledig alles kan hardlopen, maar wandelen kan ook. Kan ik meer van de omgeving genieten en de mensen daar aan de zijkant. En daar doe je toch voor. We zitten nu in de sportschool van Ron Haans. Binnenkort komt er een hele grote groep, gaat aan de spinningmarathon doen. Ja, dat klopt. 21 maart hebben we hier een dans- en spinningmarathon. Dans- en spinningmarathon? Ja, er gaan 4 uur wordt er gedanst en wordt 4 uur op de spinningfiets gezeten. 4 uur Engelse wals of iets anders? Nee. Echt dans van deze tijd. Oké, ik was al even bang. En spinning, komen er nog beroemdheden? Ja, zeker. Burgemeester Pieter Smit komt ook meedoen. Ja, die heeft er wat ervaringen opgedaan de afgelopen tijd, begreep ik. Maar andere mensen die zich al hebben aangemeld? Mijn moeder, mijn schoonmoeder. Ja. Die gaan allemaal hoe lang? Ik vrees dat dat een uurtje wordt, ja. Hoe lang duurt de spinningmarathon? 4 uur. En dat is wanneer? 21 maart en dan dus van 10 tot 2. En er wordt geregeld dat er drinken is en verse broodjes. Dus maar als je denkt, ik wil meedoen. Dan stap je op de fiets en ga je naar Ron Haans. Of is het zo dat je van tevoren moet aanmelden? Ja, je moet je van tevoren even aanmelden. Omdat er maar een beperkt aantal fietsen beschikbaar zijn. Dus dat is wel handig dat we weten dat iedereen een plekje heeft. En dan gaat het om geld. Mag je zelf bepalen wat je meebrengt? Als het maar meer dan €7,50 is. Per keer dat je per persoon niet meedoet? Ja, per uur. Dus de minimale inzet per uur is €7,50. Dus als je 4 uur meedoet, mag je zeg maar €30 aftikken. Ja, klopt. Minimaal? Ja. Oké, dan daarna in mei, de datum die noemde je, dus 17 mei geloof ik, hè? 16, ja. 16 mei. Ja, dan hebben we een duckrace in de Blauwe Stad in de haven van Midwolda tijdens het waterweekend. Even uitleggen, een duckrace in de Blauwe Stad, dat is nieuw. Ja, nou een duckrace dat houdt eigenlijk in dat ik verkoop loten. Die loten corresponderen met een badeentje. Kost dat? €5 per stuk. En dan kun je met de badeentjes worden in het water gestort, daar in de haven van Midwolda. En daar kan iedereen dus bij zijn, dus dat is al een spektakel op zich. En dan worden die eentjes vooruit gespoten en in een soort van trechtervorm. En de winnaars van de eentjes 1 tot met 5, die winnen dan een leuke prijs. En dat zijn geen levende eentjes, dat zijn badeentjes inderdaad? Ja, dat zijn rubberen eentjes, ja. Okay. Van tevoren kun je die bij jou kopen, zeg je, maar ik kan niet iedereen wel naar je huis sturen. Maar ik neem het erom via de site of wat er ook is? Klopt, dat kan binnenkort ook via mijn website. Ja. Even al duidelijkheid, we brengen hem straks ook even in beeld. Maar wat is jouw website? www.armoedeisteverslaan.nl. En daar sta je helemaal achter, is die armoede te verslaan? Want nogmaals, het is natuurlijk een heel groot continent met heel veel armoede. Dit is het begin, ook voor jou? Dit is het begin en ik geloof echt dat armoede te verslaan is, maar daar moeten we wel met z'n allen iets voor willen doen.
Oké, nou je doet er een heleboel voor. Ik vind het nog steeds dapper dat je zegt, we gaan voor 100% daar naartoe. 21,5 kilometer. We spreken elkaar over een paar weken weer. Helemaal goed. Succes. Dank je wel.